De 25 uur VW Fun Cup, dat is een onmisbare afspraak van de Belgische automobielsport met een verbazende mix van amateurrijders en ook professionele piloten. Bij die pro-rijders onder andere ook Nico Verdonk, oud-winnaar van de 25 uur en rijdend op de 57 van M3M, een wagen die hij deelt met Serge Ludwig, Rick Renmans en een andere professionele rijder, Wolfgang Raip. Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Het is een beetje een mix van iets oudere mannen, maar samen met Wolfgang Raip hebben we toch wel een competitief team. Het zijn rijders, Rick Renmans en Serge Ludwig, dat iets minder ervaring hebben op hoog niveau. Maar ze hebben hun strepen al bewezen en ze zijn constante, betrouwbare rijders. En dat heb je nodig voor een zulke lange wedstrijd. Waarom komt een professioneel piloot aan de start van zo'n wedstrijd? Het is eigenlijk de eerste keer, ik zei het net, de eerste keer dat ik hier heb meegedaan was in 2005. Het is eigenlijk echt fun, hè. Zowel op als naast de baan. Er is weinig druk, eigenlijk geen druk. En je kan echt voor ieder wat wil hier aan deelnemen. Dus dat is het leuke, dat je eigenlijk zonder enige druk hier gewoon volledig fun kan hebben. En als je in een leuk team zit, is dat echt wel heel plezierig. Het is ook een goede voorbereiding voor een andere wedstrijd. Ja, toch wel. Het is mijn voorbereiding. Wat heel leuk is, is dat je, ondanks dat de wagens relatief traag zijn, tenminste vergeleken met GT3-wagens, is het heel leuk omdat je continu in het verkeer zit. Als je met 100 wagens rondom u rijdt, dan is het wel spannend.